Ik game elke dag 1 uur tot 3 uur. Ik game ongeveer 3 tot 8 uur per dag. Ik game 2 uur per dag. Ik game per dag ongeveer 4 uur. Ik speel Fortnite, FIFA en Fall Guys. In normale tijd is dat wel veel, maar als je aan het gamen bent, dan voelt een uur net 2 minuten. Dus ja, dan rijd ik wel soms de tijd uit het oog. Ik vind gamen leuk omdat je dan een heel handig ding doet en dan heb je veel fantasie in een gamebeeld. Achter. Als ik dan een slechte dag had, dan begin ik te gamen en dan zit ik met mijn vrienden te spelen, dan word ik wel weer blij, dus dat treurt mij wel weer op. Als het zo een echte competitie is, zoals een toernooi, zo, dan zitten mijn handen zo te zweten. En ik heb stress dan. Oh nee. Sommige mensen die te vaak spelen, ja, ze worden daar verslaafd aan. Ik ben zeker nog niet verslaafd, want ik doe al mijn andere hobby's nog heel graag. Stel ik nooit uit om thuis te kunnen blijven gamen, alleen als ik ziek ben. Ik denk dat ik later wel misschien moet opletten om niet te verslaafd te worden. Voor mij is er een hele camion vol van dingen die voor mij 10 keer belangrijker zijn dan gamen. Hoi, de video die heb je al bekeken. Nu nog liken en abonneren. Dikke merci om te kijken. En oh ja, we hebben nog veel meer video's, dus zeker eens checken.